op de stoep bij wordt mede mogelijk gemaakt door Car Beauty Center. Hallo fans, ik ben Joja. Elke laatste woensdag van de maand. Veel plezier met de nieuwe aflevering van Op de Stoep bij. Peter en oma Kous. Discussies gaat over wat nou eigenlijk scheidsrechterfunctie inhoudt. Maar leuke dingen, jongens. We hebben natuurlijk ook wel wat leuke dingen meegemaakt. Hè? Want we zijn natuurlijk wel aan het discussiëren over alle moeilijke gevallen. Maar het moet toch eigenlijk een bijzonder leuk vak zijn geweest. Want veel geld werd er eigenlijk ook niet altijd aan verdiend, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ten opzichte van de spelers. Nee, maar geld is niet het belangrijkste. Om het leuk te vinden, de leuke herinneringen blijven altijd boventoon voeren boven het geld. Ja. Bij mij tenminste wel. Mm. Ik vind geld is een middel om te leven, geld is helemaal niet bepalen. De leuke dingen, en die onthoud je. Ja, natuurlijk, tal van leuke dingen meegemaakt. Wat voor leuke dingen? Nou, in de amateurtijd, gewoon een bekerfinale in de amateurs. Ambon, fluiten, maar ook kampioenswedstrijd in de buurt. Maar wij hadden vroeger we echt jeugdtoernooi, prachtig. Meester de Graaf toernooi, Hanze toernooi, Avanti toernooi. Ja. Ja, prachtig. Schoolvoetbal. Schoolvoetbal gebeuren. Ja. Noem maar op. Daar begint het al. Dat vond ik mooi. En dan zie je verder en dan maak je volgende stappen. En dan kom je je eerste officiële wedstrijd in het kampioenschap van Nederland voor de amateurs. Prachtig. Je eerste divisie, je eerste eredivisie. Want ze zeggen wel eens, wat is jouw mooiste wedstrijd geweest? Mm. Ja, dat is moeilijk. Mm. Maar er zijn er zoveel geweest. Mm, ja. Alleen de mensen zeggen dan van ja, als je het rijtje gaat noemen. Hè, kijk. Naarmate je verder komt, in het einde van mijn carrière, dan kijk je terug en dan zeg je ja, Chelsea, Bayern München, AS Roma, Real Madrid, Spanje, Brazilië, Duitsland, Denemarken. Ja, welke landenteams heb je eigenlijk niet gefloten? Ja, van de grote landen, alleen Engeland, Engels nationaal elftal niet. Maar het mooiste, ja, wat is nou het mooiste? Ja. Dat is moeilijk. Ja. En de anekdotes. Hè? Je gaat naar Suriname. Dat heb je ook meegemaakt. Ja. Nou ja, wij komen op een gegeven moment, een van mijn eerste interlands, komen naar Helsinki. Dat was in Helsinki, Finland, Denemarken. Nou, wij lopen daar op het marktplein en op een gegeven moment alles in het oranje. Wij zeiden, wat is er aan de hand? Ja, nee, was dat voor ons? Nee, was het niet voor ons, voor de scheidsen. Nee, de koningin komt. Oh. Dus op de wedstrijd dachten wij er waren, kwam de koningin. En, die kwam ook de wedstrijd. Die kwam voor zaken doeleinden met allemaal multinationals en allemaal ondernemers. Samen met de minister van Mierlo, die was toen van Buitenlandse Zaken. En die snapte dat helemaal niet. Ik heb wel foto's daarbij. En dan staan we gewoon te kletsen met van Mierlo. En die zegt van, maar wat doet de scheidsrechter dan? En dan zit je daar te praten. Ja. Maar ook, net wat Wilco zei, er zijn deuren opengegaan. Ik ben echt via achter de Zwitserse garde. En dat is de bewaking zeg maar, van de galerijen in Vaticaanstad bij de paus. Wij moesten alles daar achterlaten en wij mochten de gangen door. De gangen waar de paus normaal loopt. Mm. Ja, dat is apart, saai voor het deurtje bij de kamer is van de paus. Daar kom je anders niet. Mm. De wisseling van de wacht van Monaco tot de gekste dingen. Maar Saudi-Arabië met de Arabieren. Nou, ook de grootste oliesheik die bij je komt. Mm. En die komt je welkom heten voor een belangrijke wedstrijd die je dan mag vlaan. Ja. Ja, maar zo zijn er heel veel leuke dingen, maar er zijn, ja, bij de kleine clubs is het leuk, bij de grootste. Rusland, ik ken de Rusland de parade op het Rode Plein alleen maar van televisie. Nou, dan loop je daar als scheidsrechter. Dan ga je daarheen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk, maar ook het komen in hele kleine landen. Van Liechtenstein tot Moldavië, Georgië. Er zijn landen bij, daar kom je nooit voor vakantie. Mm. Ik heb nog een paar wensen waar ik niet ben geweest. Dus ik hoop dat u even aan mij als waarnemer nog een keer stuurt naar Kazachstan. Mm. Daar ben ik nog niet geweest. Ja. Nou, dat zou ik geweldig vinden. Je hebt ook nog wat beelden voor ons meegenomen. Ja, die heb ik nog. Dus. Is dit er ook toevallig bij dat akkefietje met die doelpaal? Nee, daar heb ik wel foto's van, maar beelden niet. Maar dat was bijvoorbeeld bij Real Madrid. Ik was vierde man. Bij Mario van Ende. En Mario die zei op een gegeven moment in 96 van René, heb je tijd? Ik wil jou mee hebben als vaste vierde man. Mm. Nou, dat begon in de hele aanloop naar de EK in Engeland. Mm.
Nou, en vervolgens kreeg dat een vervolg. En zo was er een wedstrijd, Real Madrid, Borussia Dortmund. En vlak voor de wedstrijd, de toeschouwers die hingen allemaal in de hekken. En die trokken zo het hek omver, maar aan het hek zat de staalkabel die vast zat aan de goal. Oh, dus dat gebeurde, doel naar beneden, brak af. Domino effect. Ja, nou ja, het brak echt gigantisch af. Ik zei tegen Mario, ik loop even naar de kleedkamer, wat ga je doen, toerist, zegt hij. Ik zeg mijn foto's stil halen. Hij zegt, zegt hij. Ik zei, ja, je weet het nooit. Als UEFA beelden moet hebben, maar ja, het bleek dat er veel meer aan kwam. Want ik heb foto's daarvan gemaakt. Mario stopte later, die ging een boek schrijven, gebroken doelpalen. Hij had geen foto's, die moest je even voor mij hebben. Ja, ik heb ze nog. En, nou ja, maar het duurde een uur voordat die wedstrijd terugkwam. En het leuke was, in dat uur dat wij op het veld stonden, stonden we gewoon te kletsen met Clarence Seedorf. Die speelde bij Real Madrid. En bij Dortmund speelde op dat moment de Deventeraar Harry Dejever. Ja. En dan zit je gewoon te praten. Dan zit je te wachten op dat er een goal moet komen uit de stad van Madrid. Ja. Nou, en dat soort dingen, ja, dat vergeet je nooit weer. Maar dat zijn gewoon de hele leuke dingen. Dus, ja, wat meemaakt. Ja, maar iedereen maakt wat mee. Dus ook hun zullen ongetwijfeld hele leuke dingen mee hebben gemaakt. Ja, ja, maar ook die doelpaal die in de grond gegraven was. Nee, ja, dat was ook nog een hele leuke. Ja, ik was net naar Egypte geweest. Daar had ik de WK Jeugd. En ik kom terug en toen belden ze op van UEFA, we hebben een speciale wedstrijd, daar moet een wedstrijd opnieuw worden gespeeld. Dat was Sparta Moskou tegen Sion. Sion kwam uit Zwitserland, die had de protest gewonnen. Wat bleek, Sparta Moskou had de hoogte van het doel, dat moet 2,44 zijn, die hadden ze verlaagd. Sion die had een paar keer net overgeschoten of ten de lat aangeschoten, eigenlijk glaszuiver doelpunten die ons onthouden waren. Dus het protest hebben ze gewonnen, toen moesten ze opnieuw spelen. En toen moesten daarheen, moesten we speciaal met een medelint alles controleren. Maar die Russen die zagen ons er als vijand en als grote vriend van de Zwitser, van Sion en UEFA. Ja. Dus jongens, we werden echt, het begon al, de intimidatie begon al op het vliegveld. Met passencontrole, lang wachten, de koffers die veel later kwamen. Maar even VIP af. Ja, we waren echt VIP af. Even terug, die grote petten allemaal, jongen, die militairen. Maar uiteindelijk, het stadion helemaal vol. Maar niet met toeschouwers alleen. Mm. Allemaal militairen die maar één doel hadden om de boel af te kraken. Ja. Dus druk op te voeren. Nou, uiteindelijk het werd 4-1 voor Sparta Moskou. En na afloop was het één groot feest. Ja. Ik heb nog nooit zo dronken mensen gezien. Nee. Echt, het was feesten op. En dan hebben die Russen heel erg. Een verschrikkelijke stad. Want die, na afloop, en dat zou Wilco ook weten. Dan gaat de wodka op tafel. En dan is het overal proost op. Ja, ja. Proost op de bal. Proost op de mooie wedstrijd. Ja. Proost op de eerste minuut. Op de tweede minuut. Ja. Op het eerste doelpunt. Ik denk dat Gerard ook nog wel een leuke anekdote heeft. Die loopt ook lang genoeg mee. Toen kreeg ik de wedstrijd Harfsen tegen Avanti. En het toeval wou dat mijn zoon bij Avanti kiepte. Hmm. En iedereen die vond van, nou, dat kan. Kan, die wedstrijd moet je niet fluiten. Nee. Want dat geeft problemen. Ja. Ik moest een strafschop geven tegen mijn zoon. Ja. En eigenlijk, zoals nu, had je hem eruit moeten sturen. Ja. Maar toen denk ik, ach, weet je wat is, ik doe het niet. En na afloop... Na afloop had iedereen, ook de tegenstander, daar tevreden mee, want die begrepen het best. Ja. Dus je hebt alles tevreden gehouden een beetje. Dat is het prachtige. Maar er zat ook geen kapitaal stond erachter natuurlijk. Ik ben er absoluut niet beter aan geworden. Nee. Ik moest toen nog met de brommer naar Harsen. Jij ook al, ja. Ja. En, ja. En maar de fiets. Dat zijn de leuke dingen van het fluiten, onder andere. Ja. Dat je dan met plezier, ook na die wedstrijd, met plezier op terug kunt kijken. Ja. Ab, heb jij ook Ik heb het wel. Ja, wat is zo lang geleden natuurlijk, hè? Want wanneer is het de laatste keer geweest dat jij het fluitje neer hebt gelegd? Nou, fluitje wel. Ja. Maar de rapportage natuurlijk niet. Ja. Nee, daar heb ik dus gewoon heel veel plezier aan beleefd. Mm. Want dan kun je natuurlijk zeggen van, je gaat naar een wedstrijd kijken, maar je gaat echt naar een man kijken die of op een plan moet zetten dat hij hoger erop moet. En als het niet zo is, ja, dan krijg je de wind van voor, want dat, zo werkt dat. Ja. Maar ik heb heel veel plezier beleefd aan de rapportage. Wilco, heb jij leuke dingen meegemaakt dat je zegt van, nou, dat ben ik wel even kwijt, want dat was leuk. Nou, ik heb genoeg leuke dingen meegemaakt, maar dat zegt René eigenlijk ook al. Als je terugkijkt naar je carrière, en ik ben vorig jaar gestopt, ja, dan ga je toch wel eens terugkijken en dan heb je heel veel mooie dingen meegemaakt. En zowel internationaal als nationaal. Nou, internationaal zijn toch wel elke keer de wedstrijden van elke keer weer een nieuwe fase in je arbitrage. Dus dat is een keer, ik heb nog een wedstrijd een keer mogen fluiten zelfs. Top Os tegen Heracles. Dat was ook gelijk mijn laatste wedstrijd als scheidsrechter. Oh, zeg maar. Ja. Ik ben gelijk gaan vlaggen daarna. Maar internationaal, je eerste Champions League wedstrijd is natuurlijk geweldig. Manchester United tegen FC Kopenhagen.
En wat ik zelf achteraf nationaal de mooiste wedstrijd vond is Ajax tegen Twente, 2010-2011. Bij de elftallen kon kampioen worden. Dus de legendarische wedstrijd. Ik heb nog nooit zoveel druk gevoeld. Nog erger dan bij een Champions League wedstrijd. Daar mochten we echt helemaal niks fout doen. Beide konden kampioen worden, dus dat moest echt vlekkeloos. Nou, gelukkig met Pieter Vink, waar ik veel meer weg geweest ben. En Angelo Boorman hebben we dat tot een goed einde gebracht. Maar als ik daarop terugkijk, vind ik dat wel een van de bijzonderste wedstrijden die ik... Die heb ik mogen vlaggen, zeg maar. Ja, en dan... Maar de arbitrage is uiteraard veranderd met de heren die naast me zitten. Ja. En wat er nu gebeurd is. Ja. Dus dat kun je niet met elkaar vergelijken. Nee. Nee, maar nou zijn jullie generatie Ernst, je ziet dat er ook allemaal, doellijntechnologie, beelden terugzien, behoort dat de mogelijkheden? Gaat dat niet ten koste aan het spelletje voetbal in jouw ogen? Die vraag die kun je gerust stellen, ja, of het niet ten koste gaat. Er zijn ook signaleringen en er is ook wel eens gezegd, we moeten een spel, hoe heet dat, via een videootje en even stilleggen of net zo wat, maar dan kun je vragen. Of dat het amusementwaarde van het voetbal te goede komt. Ik was laatst bij een wedstrijd, er was een incident van wel of niet een strafschop. Maar de bal gaat door. Ja. Dus het spel wordt niet onderbroken of de bal gaat niet uit. Dus dan zou een scheidsrechter op dat moment het spel moeten stillen. Ja. Het duurde 29 seconden. Ja. Daar was in die wedstrijd, de camera was er. En de speciale mensen waren aanwezig in de videowagen. Maar die moeten terugkijken. Ja. En dan moet er een oordeel komen van een scheidsrechter die in die wagen zit. En die zelfs al drie keer moet kijken en dan nog niet zeker weet of het wel of niet is. Ja, ze moesten uit verschillende hoeken moesten ze de camera-situatie. Ja. Nou, in die 29 seconden was die bal alweer in het andere strafschopgebied geweest. En nog een keer weer terug in het strafschopgebied van Vitesse. Dat is niet. Dus niet alles is, ook al ga je een videoref doen, niet alles is direct te stoppen. Is ook niet leuk voor het spelletje. Nee, maar je kunt niet zeggen van stop maar. Je kunt stoppen op het moment dat die bal in de code is. Ja. Je kunt stoppen op het moment dat de scheidsrechter heeft gezegd van strafschop en het blijkt mis te zijn. Ja. Dan zou je kunnen ingrijpen. Maar zolang het spel doorgaat, is het heel lastig om terug te komen. Maar je kunt niet 15 seconden later terugkomen en zeggen van tuurt, even wachten. Ja. Nee, het was daar toch Hens. Ondersteunen de rol van een videoreferee de wedstrijd eerlijker en sportiever zou kunnen laten verlopen. Zoals hier in een duel tussen Havenaar en Schaars. Hier is goed te zien dat de scheidsrechter geen zicht kan hebben op de spelsituatie. Met de hulp van de camerabeelden is het dan mogelijk om de scheidsrechter binnen enkele seconden van een juist advies te voorzien. Bij scheidsrechter vind ik nog steeds dat je het spel moet leren lezen. En je moet weten van hoe je spel kunt laten lopen. Iedere onderbreking is hinderlijk. Ja. Dus mensen komen niet voor een fluitsignaal, mensen komen voor voetbal. En als je dat gaat snappen en de spelers begrijpen datgene wat jij wilt en je bestraft echt de duidelijke dingen, resoluut, krachtig, duidelijk, dan word je, naar mijn mening, ben je een goede scheidsrechter. En dan mag je best een keer een fout maken, maar dan zie je ook dat het geaccepteerd wordt. Maar als een beslissing niet resoluut is, twijfelachtig overkomt, ja, dan gaan mensen twijfelen. En bij twijfel roept een reactie op. Hmm. Dus wij weten allemaal op school, toen we op school waren, wist je altijd, na één week al, bij die leraar kun je geen uithalen. Hmm. Bij die leraar kun je geen uithalen, maar als serieus moet het serieus. En bij die is absoluut niks te halen. Nee. Dat wisten we allemaal, na een week al. Ja. Maar dat voelen voetballers ook aan. Ja. Dus als ik jongens coach, dan zeg ik ook, ze weten resoluut, ze weten al, bij de warming-up kunnen ze al zien wat ze krijgen. Hmm. En als jij gespannen bent, of als jij niet ad rem bent met spelers, en je laat je ondersneeuwen in de communicatie met spelers, ga je het nooit winnen. En je hoeft niet te winnen als scheidsrechter, maar je moet wel de leiding hebben, je moet wel degene zijn die boven de partijen staat. Dus heeft het ook te maken met natuurlijk overwicht, het heeft te maken met leiderschap, snap je het spelletje, maar ook lef, moed en een stuk zelfverzekerdheid. Vandaar eigenlijk hoorde je zeggen, we zijn eigenlijk meer spelleider. Ja. Dat komt helemaal bij elkaar. Hè. Een goede manager bij een bedrijf, iedereen voelt het aan op de werkvloer. Dat is gewoon zo. Als je leiding geeft, dan verwacht men iets van je en dat verwacht men in het veld ook. Hm. Nou, dus eigenlijk, als ik het zo begrijp, die hele technologie... Is een onderdeel. Is wel een belangrijk onderdeel. Is het ontstaan maar, van Nederland uit? Of, Nederland wil wel, die heeft nu wel het voortouw, die wil daarin verder gaan. Bert van Oostveen en Gijs de Jong binnen de KNVB betaald voetbal, die hebben daar voor geïnvesteerd. Die hebben dat neergelegd ook bij de UEFA, bij de FIFA. Die gaan aan het kijken en die gaan kijken van slaagt dit experiment ja of nee. Maar Nederland wil wel vaker voorop lopen. Maar in heel veel gevallen, in heel veel dingen, denk ik van jongens, er zitten zo'n haken en oren aan. En ook in de bespreking die wij hebben gehad intern, blijkt ook wel dat het niet altijd even makkelijk is. Nee. Hulpmiddelen zijn goed,
Maar je zult toch nog weer tegen dingen aanlopen dat je zegt van jongens, uiteindelijk gaat het om de directe beslissing en de waarneming van de scheidsrechter. Als die zijn werk in het veld goed doet, hè, als jij de wedstrijd leest, als je weet welke tackles er uitgevoerd worden en waar gewoon direct rood voor moet worden gegeven, heb je ook geen discussie. Nee. Dan heb je die hulpmiddelen niet nodig. Nee. Dus de kracht zou moeten zijn, maak je scheidsrechter zo sterk mogelijk. Hmm. Nee, maar wat gaat daar heen? Er is ook eens geëxperimenteerd met twee scheidsrechters. Ja. Pieter de Hulft. Ja, nee, Nou, dan krijg je wat hoor. Ja. We hebben allemaal dezelfde boek in, dezelfde regels. Ja. Maar de interpretatie is enorm verschil. Jullie kijken ook de wedstrijden terug. Kijk, als assistent gaat kijken en ik heb een heel scherpe buitenspelsituatie. Maar kijk ik hem terug, wat mijn beeld was op het moment dat ik hem in de wedstrijd gezien heb. En dan schrik je soms van het beeld wat je ziet hoor. Ja. En dat is ook moderne arbitrage, dat je dat allemaal mee moet nemen. In je ontwikkeling, wedstrijd analyseren. Met want dan krijg je hoe je positie is, waar je moet staan op het moment dat er eigenlijk... Nou, René heeft zelf ook een tijdje in de commissie gezeten, die weet er alles van. Maar de moderne arbitrage is daar ook een onderdeel van. En je moet... Die technologie moet je ook gebruiken om jezelf beter te maken. Ernst, je had ook nog een anekdote. Ja, nou, ik ga dan niet meer over mijn carrière in betaald voetbal, maar dan wil ik er wel in een stukje terug eigenlijk. En we zijn altijd blijven hangen. In het verleden, als je naar een club toe ging, dan heb ik al gezegd, voor aanvang eigenlijk, dan bel je even, maak je even contact en zei zo, ik kom er sowieso naar. Dus ik ga van deel, dan ga ik naar Zutphen met de bus. Dus ik word netjes opgehaald bij de bushalte en ik werd naar het voetbalveld op industrietrein, ging ik er mooi naartoe. Ging je naar een partijtje voetballen. Maar we waren goed en wel bezig en wat gebeurde er in het veld? En dan praten ze over die doelpaal en alles moest je toen nog keuren. En ik heb het nooit gezien en ook die netten niet, dus ik ga goed voetballen. En meteen was een knalhard schot op het doel. En die bal die gaat een loeihard, maar de finaal doet het net in. Ja, gaat het rood. Ja, vergeet het maar ik dacht dat hij langer zee ging. Ja. Maar hij ging er tussenin en wat bleek nou? Dat is zo'n groot gat in het net en dan ging er precies ging die bal in. Goed, ik heb terug, de spelers bij me, ik denk, ja, Wannes, daar sta je nu. Nou, ik heb die goal goedgekeurd. Dus ik heb hem naar haar geroepen, ik heb het toch goedgekeurd. Nou, en fijn, de wedstrijd topt verder. En het was een beetje aan het einde van de wedstrijd en er gebeurde weer hetzelfde goal. Dan bleek dat die doelpaal erachter, net zoals hier eigenlijk, van die verroeste paal. Kapot werden, dus je hele doelpaal, pats, je ging scheef. Ja. Daar sta je. Nou, met man en macht hebben ze dan de doelpaal weer teruggezet. De wedstrijd is eindelijk, fluiten verder af. Ik ga me lekker douchen, ik ga naar de kleedkamer. En we hadden voor die tijd met de voorzitter, had me netjes afgesproken, ik breng hem weer netjes naar de bus toe. Maar ze hadden verloren. Wanders komt in de bestuurskamer. Ik kreeg een kopje koffie, ik pakte mijn tas. Ik zei, nou, ik zal wel even mee wachten dat ze me zo wegbrengen. Maar er was geen voorzitter, geen bestuurslid meer. Wanders kon mooi lopen. Naar de bus toe. Ik kom onder de viaduct door. Ja. En die bus liep op wat duur. En er kwam net de bus af. Pjuut. En er stond waren weer een uur bij de bus al. De wegbus. Dat was de periode. Denk je nou. Dat is de eerste keer als dus. Dat is toch een heel ander verhaal. Als wat jij dan had met die doelpalen. Hè? Ja, maar. Die werden netjes mooi, met een trailer opgehaald. Een nieuwe doelpalen neergezet. Er altijd bijgebleven. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. En hoe moesten dat allemaal zelf? Marie Boos, veel te laat dus. Ja. Ik breng je wel even weg, maar kom mooi lopen. En even tussendoor komen we eventjes nog op terecht van de spreektaal in het voetbalveld. We hebben het over racisme nou gehad. Maar de spreektaal op het veld... Mag ik dat zien? Is dat gewoon in Engels? Of? Ja, in Nederland heeft het natuurlijk. Want de combinatie van het hele spelletje, er zijn zoveel mensen van alle landen. Ja. Dan vraag ik me eigenlijk af, als jullie scheidsrechter, en er zitten twee of drie spelers die in hun eigen taal zitten te praten met elkaar, of dit of dat. Dat lijkt me niet leuk voor een scheidsrechter. Nee, maar je hebt dus... Het bespreken of toespreken met mensen heb je verschillende facetten. Als je tijdens het spel bezig bent en jij roept termen als voordeel of ga door, ja, dat roep je in je enthousiasme en in je wetenschap dat iedereen dat wel begrijpt. Moet je mensen verbaal toe gaan spreken, vermanend, ja, dan kijk je ook in de Nederlandse competitie van wat spreken ze. En als scheidsrechter pas je vaak heel vaak aan degene die tegenover je krijgt. Ja. Moet dat, die discussie kun je ook wel eens een keer met elkaar voeren, moet dat ja of nee? Eerder weet ik vanuit hier, maar daar kunnen de heren misschien meer over vertellen, vanuit de DSV. Vroeger hadden we een paar verenigingen in Deventer, die kregen hier de intrede. En dat was de Spaanse sportclub Deventer en we kregen Turkse Kracht.
Deventer was een stad waarbij heel veel immigranten kwamen, gastarbeiders kwamen. Ja. En die gingen ook voetballen. Nou, prachtig, maar het heeft wel haken en ogen. Nou, en daar heeft de Deventer Scheidsrechtersvereniging vroeger, maar dat weten hun beter, die heeft daarop ingespeeld door onder andere ook naar de clubs te gaan. Ja, wat moet je dan doen als scheidsrechter in de amateurs? Moet je dan Turks gaan praten? Nee, dat kennen we niet. Maar je mag wel verwachten dat mensen dan Nederlands gaan praten. Nee, want die zijn nog zo kort, die kunnen het niet. Dus dat blijft heel moeilijk. Aan de andere kant vind ik wel, als je met mensen in gesprek bent, of je spreekt mensen toe, en je zou bijvoorbeeld een Marokkaan en een Marokkaan, die hebben dan ruzie, of een Turk en een Marokkaan hebben ruzie, en ze zitten onderling in een taal te praten die je scheidsrechter niet verstaat. Dan vind ik het heel normaal dat je zegt van jongens, heren, respect voor elkaar, maar laten we even in het Nederlands doen. Dan kunnen we elkaar verstaan en dan kunnen we met elkaar ook een oplossing zoeken. Maar er zijn geen regels in principe. Nee, internationaal is het Engels. In Nederland is het gewoon zo dat je respect krijgt voor elkaar. En maar zo werkt het in de maatschappij ook, in de samenleving ook. René, jouw laatste wedstrijd, wat was dat? Ja, dat was eigenlijk bijzonder. Ik kreeg een aanstelling voor de wedstrijd Barcelona-Panathinaikos. Die was op 2 november. En ik zou nog een wedstrijd mogelijk meer krijgen. En die was in december. Dat zou dan een Euroleague wedstrijd zijn. De wedstrijd verliep eigenlijk heel bijzonder. Mooi stadion. Alles uitverkocht. Mooi affiche. Ja, Barcelona in een bloedvorm speelde echt Panathinaikos van de mat met 5-0. De eerste goal viel heel snel door Mark van Bommel. De 2-3-4 of 3 goals schoorde een ETO en de andere goal werd geschoord door Messi. En dat is nog steeds, dat was de eerste Champions League goal die Messi schoorde. Ja. En ik zei in de rust, liep het veld af en ik zei tegen de beide assistenten, ik zei nou als dit zo is, dan is dit mijn laatste wedstrijd, dan stop ik. Ja. Ja, stop ik. Nou, op een gegeven moment, Jaap Uilenberg die zit in de scheidsrechtercommissie en die was bij Sevilla als waarnemer. Die speelde een dag later. En ik heb hem na afloop heb ik hem gebeld. Jaap, ik hoef helemaal geen wedstrijd meer. Laat me dit maar als laatste wedstrijd. Ik stop ermee. Dus het was heel leuk. De wedstrijd was 5-0 is het geworden. Wij zaten in de kleedkamer en Mark van Bommel die kwam het shirt brengen. En toen zei ik tegen Mark, nou dat vind ik leuk, de laatste wedstrijd en ik had met Mark een speciale band, ik had hem al bij Bayern München gehad en PSV en Fortuna had ik hem gefloten. En eigenlijk een hele leuke band met hem. Toen zegt hij, dat meen je niet, zegt hij, want dat wisten wij helemaal niet. Ik zei, nou dan weet je het nu. Hij zei, nou dan moet je in de kleedkamer. Hij ging weg en ik kwam later terug met Van Bronckhorst, de president van Barcelona, Henk de Kater, die was assistenttrainer daar en Frank Rijkaard. En toen kreeg ik shirtjes, toen kreeg ik een paar leuke cadeaus, leuke souvenirs. En een van de shirts heeft Henk de Kater netjes een tekst opgeschreven. Van het UD-veld tot Nauwkamp, prachtige carrière en zo was het ook. Heb je die meegenomen? Ja, die ligt op tafel hier vlak voor ons, dus de tekst staat er nog op. Nou, en dat was eigenlijk de afsluiting internationaal. En jullie hebben veel souvenirs meegekregen, shirtjes, ballen. Dat was ook het leuke natuurlijk. Ik moet je eerlijk zeggen. Wat ik mij afvraag, krijg je dan een schoon shirtje of zo? Er liggen schone shirtjes bij. Nee, merendeel zijn ook wel shirtjes die gedragen zijn. Ja, dus die kunnen we nog. Je kunt nog. Ik heb mijn hond niet meegenomen. Die kan goed ruiken eigenlijk. Ja, die verkouden met de kunst nog wat je ruikt. Nee, er zijn echt shirts die zijn gedragen. Ja, kijk eens, dat was het dan weer op de stoep bij de Deventer Scheidsrechtersvereniging. Ja, een hele gezellige club. En we hebben over de hoed en de rand kunnen praten. Wat nou eigenlijk het scheidsrechterleventje inhoudt. Ben je een beetje wijzer geworden dan? Ik dacht het wel. Ik denk dat ik een paar nieuwe spelregels ga invoeren. Maar of dat lukt, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb genoten. Ik vond het leuk. En ik hoop dat de kijkers ook hiervan genoten hebben. En dan weet ik zeker dat u ook volgende maand weer kijkt naar Op de Stoep bij. En dan weer erbij. Peter en oma Kous. Elke laatste woensdag van de maand. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bowling Deventer. Bowling Deventer voor eten, drinken, vergaderen, feesten en nog veel meer. Bowling Deventer is gevestigd op de